slachtoffer ernstig ongeluk in Heiken overleden. Niet meer roken op het terrein van FC Assen. En een bijzondere trekkentrek in Smilde. De vrouw die vorige week zwaar gewond raakte bij een ongeluk op de Bijlenstraat in Heiken is deze week aan haar verwondingen overleden. Het slachtoffer was een 60-jarige vrouw uit Heiken. Ze raakte met haar auto van de weg, sloeg over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. Het ernstig gewonde slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen, waar ze na 6 dagen overleed. Ook voetbalclub FC Assen is vanaf vandaag rookvrij. De club kreeg namelijk een klacht van een ouder. Het ging eigenlijk over het feit dat er allemaal rokers stonden en dat de kinderen niet zonder door een rookhaag heen te lopen bij de kleedkamers konden komen. Dat kan niet, zei het bestuur van de voetbalclub daarop. En dus mag er binnen de hekken van de club niet meer gerookt worden. Een goede zaak, zegt de gemeente Assen. We willen gewoon graag dat mensen daar meer over gaan nadenken. Van hey, als ik dan al wil roken, doe het dan niet in de buurt van kinderen. Dan geef je echt geen slecht voorbeeld. En je voorkomt dat jongeren misschien zelf op het idee komen om te gaan roken. Rookt u zelf? Nee, ook nooit gedaan. Nee. In Drenthe is FC Assen niet de enige die deze bordjes heeft opgehangen. Ook hockey- en voetbalverenigingen in onder andere Meppel en Emmen zijn rookvrij. En bijvoorbeeld de duikschool in Dwingelo. Ouders die zelf niet roken zijn blij met het bordje. Ja, dat is wel een goed idee. Je bent hier met jeugd ga je om, dus je moet een goede voorbeeld geven als ouder. Je kunt zich voorstellen dat sommige ouders misschien zeggen, joh, is betutteling, laat maar lekker roken. Nee, ik kan me niet voorstellen. Op zich is het geen slechte zaak dat je er even op gewezen wordt. De rokende ouders reageren liever niet voor de camera, maar zeiden de regel prima te vinden. Officieel kunnen ze trouwens ook nog steeds roken langs de zijlijn. We zullen hem daar ook niet op aanspreken, maar wij gaan ervan uit dat er of jeugd is die er wel wat van gaat zeggen, of misschien andere ouders die niet roken. Het is niet verboden, staat alleen een bordje. Ja. Zou je mensen er dan alsnog op aanspreken? Ik geloof het wel, ja. Dat zou ik wel doen. Smilde is vandaag het Walhalla voor kinderen, rijdend op kleine omgebouwde trekkertjes. Heb je wel eens op zo'n trekkertje gezeten? Nee. Oh, dit is de eerste keer? Ja. Hoe moet dat dan? Wat zei je? Hoe moet dat dan? Weet ik eigenlijk niet. En wat is de bedoeling dan? Dat de kar die erachter zit, die moet je meesleuren eigenlijk. En dan moet je over de finish. Nou ja, wij vonden met een paar ouders dat er veel te weinig georganiseerd wordt voor kleine kinderen. En wij dachten, nou, dat is hartstikke leuk evenement. En in de winter vindt er toch al niet heel veel plaats. Nou ja, en bij Benny Huizen kregen we mooi de gelegenheid om de schuur te gebruiken. Dus toen dachten we, nou, dan halen we het naar binnen toe. En is er belangstelling? Veel, ja. Eigenlijk meer dan dat we hadden verwacht. We hadden zo ongeveer gehoopt dat we 30 inschrijvingen zouden krijgen en we zitten nu op rond de 73, 74. Nou stap je er zo meteen op en dan? Gas geven. Er zijn ook opa's die voor hun kleinkind de trekker prepareren. Wat is dit eigenlijk voor een? Zo'n ding. Nou, omdat we hen helemaal afgeschuurd, schoongemaakt, overnieuw in de verf. Er zit nogal wat werk in hoor. Iedereen krijgt een troostprijs, dus ze krijgen allemaal een beker mee. En de eerste, tweede en derde prijs die krijgen gewoon formaal podium plaats. Dat is echt gewoon de lol hè? Ja, moet voor iedereen leuk zijn. Zit er nog een prijsje in, denk je? Denk het wel. Het is voor de lol, doe ik mee. En als je dan je best hebt gedaan en misschien wel voor het eerst op zo'n trekkertje hebt gezeten, dan is het tijd voor een afsluiter. Jazeker, een vette hap. Bij het WK veldrijden voor vrouwen onder 23 jaar is Fleur Nagegast uit Beilen op een keurig nette 5e plek geëindigd.
Op de winnares, Evie Richard uit Groot-Brittannië, stond geen maat. Nagegast bouwde de race keurig netjes op en kon tevreden zijn met de vijfde plek. Ja, zeker. Op het einde kwam er nog iemand voorbij, maar ik dacht aanklampen. Want vijfde op een WK is toch leuker dan zesde. Ja, hoe ging het? Want het was volgens mij lood en loodzwaar. Ja, het was echt loodzwaar. En ik weet niet waarom, maar ik miste een beetje mijn start. Of in ieder geval niet bij de voorste en ik kon vrij snel opschuiven. Ja, ik heb gewoon mijn eigen tempo gereden en best wel constant, denk ik. Nou, ik denk dat dat wel verstandig was, hè? Want je lag na de eerste ronde zevende, toen zesde en je eindigde uiteindelijk als vijfde. Goed opgebouwd, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Is de vijfde plek ook waar je staat in de wereld op dit moment? Of had er misschien wel meer in gezeten? Nou, ik heb al een aantal keer bij onder 23 bij de Wereldbeekse op het podium gestaan. Maar ja, dan staat niet iedereen aan de start en hier is echt iedereen aanwezig. En ik denk dat top 5 gewoon wel een beetje mijn plek is, dus dat ik daar ook wel tevreden mee mag zijn. Ja, want er zit zeker nog groei in voor de komende jaren. Ja, ik mag nog 2 jaar in deze categorie rijden, dus ja, dat is positief. Ja, Evie Richards stond vandaag geen maat, hè? Die vertrok bij de start en die hebben jullie nooit meer gezien. Nee, inderdaad. Ik denk als ze vanmiddag bij de echte dames aan de start had gestaan, dat ze nog mee had gedaan aan de overwinning. Ja. Ja, dat wisten we van tevoren. Ze heeft het waargemaakt en dat is ook knap. Vanavond en vannacht gaat het vriezen. Hierdoor kan het lokaal glad worden. Pas dus op als u nog de weg op moet. Tegen de ochtend kan het her en der een beetje wit worden. Morgen blijft het af en toe sneeuwen. Zo nu en dan laat de zon zich nog even zien. Het wordt koud, maximaal 3 graden, met gevoelstemperaturen onder nul. Maandag blijft het droog en is het maximaal 2 graden. Dinsdag en woensdag is het vrij zonnig en koud met temperaturen die overdag nauwelijks meer boven nul uitkomen. 'Snachts gaat het 5 tot 6 graden vriezen. Tot zover Drenthe Nu. Ik wens u nog een fijne avond.